Mijn vraag en opmerking aan jou zou zijn, waarom alleen iPhone? Ben je bewust dat er ook veel mensen zijn die een ander toestel hebben, volgens mij vaak Samsung, waardoor je een kleinere doelgroep creëert? Ja, ik heb heel bewust voor deze niche gekozen en ik weet dus dat ik een groep ondernemers niet zal aantrekken. Ik wil niet heel veelzijdig en er voor alles en iedereen zijn. Ik wil me juist onderscheiden en alleen de ondernemers aantrekken die helemaal bij me passen. Uh, ik wil me echt specificeren en als expert gezien worden. En niet als een ondernemer die van alles een beetje doet. Als ik ondernemers vertel wat ik doe, namelijk dat ik coaches, trainers en adviseurs leer hoe ze met hun eigen iPhone video's maken. om zo beter zichtbaar te worden op internet en gemakkelijker klanten te krijgen. Uh, dan begrijpen ze meteen voor wie ik er ben en waar ik ze bij help. Mijn marketing gaat daardoor veel makkelijker. Mond-tot-mond uh, -mond reclame werkt vanzelf voor me omdat mijn boodschap helemaal helder is. En mijn verhaal ook gemakkelijk doorverteld kan worden. Er zijn regelmatig ondernemers die bij me aankloppen voor advies over het maken van online video's. En als ik tijdens het gesprek merk dat ze nog geen niche gekozen hebben, dan raad ik het meestal ook af om uh, met online video te beginnen. Want als je zelf niet helemaal helder hebt voor wie je er wilt zijn en welk probleem je precies oplost, dan zal jouw kijker dat al helemaal niet begrijpen. En zo gaat er ruis op de lijn staan, en dat wil je natuurlijk niet. Dus mijn stelling is uh, dat het echt een must is voor iedere ondernemer om een niche te kiezen.